Goedendag, een mooi plaatje om deze weerpresentatie mee te starten. Van gisteravond te trokken met name over het oosten en noordoosten van Nederland stevige regen en onweersbuien over Limburg, maar ook delen van Gelderland Overijssel, Drenthe en Groningen. Daar was de bliksemactiviteit hoog en met name de neerslag die was opvallend. In onder andere Helmond viel meer dan 90 mm neerslag en dat is meer dan normaal in een hele septembermaand valt en dat leverde dus ook wel de nodige overlast op. Vandaag is het allemaal een stuk rustiger. De temperatuur liep op naar zo'n 22 graden in het westen. Tot lokaal nog wel 27 graden in het oosten van Groningen. En dit was een beetje het weerbeeld. Iets dikkere bewolking, maar de zon kwam er zo nu en dan toch ook nog wel doorheen. Maar dat verandert vanavond wel. Dan gaat die bewolking wat dikker worden en trekt een gebied met buigregen over Nederland. Zien we hier ook goed terug? Dat komt omdat een, een lage drukgebied ten westen van ons ligt en die tot een beetje rond boven onze omgeving. Een koufront passeert dan morgen overdag het oosten van Nederland. Dat schaamt misschien nog net even Groningen en daar dan kan het ook nog wel even stevig gaan doorregenen. Maar vanaf donderdag echt wel weer een verandering in het weerpatroon. Daar waar het gisteren nog vrij onduidelijk was wat er zou gaan gebeuren, is het nu wel duidelijk dat die stroming oostelijk gaat worden. en Daarmee wordt warme lucht aangevoerd vanaf donderdag. Temperaturen opnieuw boven 25 graden en dat meerdere dagen achtereen. Het lijkt erop dat de storingen ver naar het zuiden worden gedrukt, ver genoeg in ieder geval, zodat we in Nederland van het nazomerse weer kunnen gaan genieten. Er zit nog wel enige onzekerheid in de weermodellen hoe zuidelijk het allemaal gaat afzakken. We zien dat het zuiden van Nederland ten zuiden van de grote rivieren nog wel af en toe een bui kan verwachten. Maar met name ten noorden daarvan lijkt het toch vrij zeker dat we met de droog na zomer weer te maken gaan krijgen. Zoomen we dan even in op Nederland, dan zien we die buien van vanavond ook goed terug. Dinsdag overdag dus nog overwegend droog, maar in de avond vanuit het zuiden dat gebied met buien geregen. In dit geval meer over het midden van Nederland. Morgen overdag zien we dat koufront, wat met name over Duitsland trekt, maar ook nog een deel van Groningen en Drenthe meepakt. En dan vanaf donderdag gaat de stroming naar het oosten draaien. Eerst nog met enkele stevige buien, maar daarachter stroomt dan mooi die warme lucht over Nederland uit. Gaan we weer naar zomerse waarden van 25 graden of meer. Op verre de meeste plaatsen dan droog, met uiteindelijk ook meer ruimte voor de zon. In de loop van het donderdag in het zuiden misschien wel weer een toenemende kans op een regen- of onweersbui. Maar dat is nog wel wat onzeker. Vanavond neemt het in ieder geval vanuit het zuiden die kans op enkele buien toe. De temperaturen lopen terug naar zo'n 19 of 20 graden. En met name in het noorden zijn er nog wel enkele opklaringen aanwezig. Maar in de nacht verdwijnen die opklaringen wel. De bewolking wordt een stuk dikker. En dat gebied met buigeregen, dat trekt uiteindelijk richting het noorden. Kan dus her en der wel weer aardig wat regen achterlaten. 10 tot 20 millimeter lokaal, maar dat zal geen wateroverlast gaan opleveren. En de wind die is zuidelijk en is slechts zwak van kracht. En de temperatuur loopt terug naar zo'n 15 tot 17 graden morgen hebben we dus met die tweedeling te maken. Met name in het oosten hebben we nog lang te maken met dat koufront met de daarbij behorende bewolkingen. en ook af en toe wat regen. Vanuit het westen wordt het in de loop van de dag allemaal wel ietsje vriendelijker met af en toe wat ruimte voor de zon en dat spreidt zich in de loop van de dag steeds verder over Nederland uit. Maar met name die temperatuur is toch wel iets opvallends. Slechts 20 of 21 graden, en dat is toch wel een hele tijd geleden dat we dat hebben gezien. En dat komt doordat de wind uit noordelijke richtingen waait. Overigens niet heel erg krachtig, slechts zwak tot matig van kracht. En dan die donderdag, dan wordt dus die warme lucht aangevoerd. Zodat dat dat lage drukgebied is afgezakt naar het zuiden, met bij ons dus die oostelijke stroming. Komt er als eerste in in Groningen, en dat spreidt zich uiteindelijk in de loop van de dag verder over Nederland uit, die zomerse warmte. Zonnige periode zien we dan dus ook het eerst in het noorden van het land. Later op de dag in het midden en uiteindelijk als laatste in het zuiden van het land. Maar daar in de loop van de dag dan wel weer een toenemende kans op een enkele bui. En die kan dan ook wel stevig uitpakken met een klap onweer. Nou, de dagen daarna houdt het zomerse weer echt nog wel even aan. Met op vrijdag gemiddeld een graad of 27 en een mix van wolk en zon. Ook op zaterdag is dat het geval. Vanaf zondag, dan wordt het allemaal wel wat wisselvalliger. Lage druk gaat dan iets meer invloed uitoefenen, maar die temperatuur blijft nog steeds aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Ze dus we kunnen wel zeggen dat dat na weer even goed aanzet is vanaf donderdag. Tot de volgende keer.